Ik was bijna een jaar niet in Nederland geweest. Pas geleden, vrienden. Ja, en dan kom je in Nederland aan en dan... Dan schrik je eigenlijk een beetje. Ja, want er lopen zoveel culturen rond in eentje in Nederland. En je herkent bijna Nederland niet meer. Nee, het voelt niet als Nederland, het land wat je altijd gekend hebt. Nee, het is, ja, hoe zal ik het omschrijven? Spruitjeslucht, dat is het. Je mist de spruitjeslucht. Die hangt er niet meer. Die sfeer van Nederland. Nee, dat Nederland, dat raken we echt een beetje kwijt. En ja, dan denk ik bij mezelf. Als ik zo die Dylan hoor en die zegt, ja, we gaan die formatie in, maar we gaan keihard onderhandelen over dit en dat en noem het maar op. En Wilders, ja, die heeft natuurlijk ook al gezegd, ik ga keihard onderhandelen, maar ik zou, ja, maar dat moet hij echt wel gaan doen, de Geert. Want ja, want... Wilders, die heeft al zoveel uitverkoop gedaan. Die heeft alles weggegeven. En die heeft bijna niks meer over. En het enige wat hij nog een beetje over heeft, is een beetje geld uitgeven. Misschien aan de armen, maar dat kan waarschijnlijk ook bijna niet. Dus hij heeft alleen nog immigratie, asiel. En dan denk ik, Wilders, hou daar nou aan vast. Want daarom zit je daar. Om Nederland een beetje te beschermen. Hou vast aan jouw ideeën over asiel en migratie en ga dat uitvoeren. Ja, nou, dat is mijn boodschap voor vandaag.